Werkersgroep Jan 10 duikt weer op in Nijmegen. Deze keer is een leegstaande ruimte tegenover het stadhuis aan de beurt. Het was een tijdje stil rondom de Nijmeegse krakersgroep Jan 10. Begin dit jaar kraakten zij het voormalige pand van Café Extase in het centrum van de stad. Toen ze daar eenmaal uit werden gezet, was een winkelpand aan de Molenstraat aan de beurt. De derde krakersactie van de groep vond plaats in de Karregas. Maar ook daar werden ze uiteindelijk door de rechter uitgezet. Het was even stil rondom de groep, maar donderdagmiddag verscheen Jan 10 weer in de openbaarheid. Deze keer in een pand aan de Burgstraat. En met een extra doel. Wij hebben dit pand nu gekraakt in samenwerking met de Nijmeegse Steeg. Ja. En nu gaat er politie naar binnen om vast te stellen of er huisvrede is of niet. Want ze zitten nu al langer dan 24 uur binnen. En dan heb je officieel huisvrede. Alleen dat moet nog gerespecteerd worden door de politie. En ons doel hier is woningen en een dakloze inloop. Dus wij zijn hier ook met daklozen die hier ook met het pand iets willen doen. Want er is te weinig ruimte voor daklozen? Ja, zeker. Er is echt heel veel behoefte aan meer opvangplek en veilige opvang. Velen hebben ook echt een onveilig gevoel bij de opvangen die er nu zijn. En... Wat is er dan mis? Want hier vlakbij is bijvoorbeeld dakloze opvang in de Van Schevenkhavenstraat. Wat is daar mis mee? Veel die zijn gewoon onveilig, zijn overvol. Of je moet echt gebruikt hebben om naar binnen te kunnen gaan. En dat is ook heel problematisch voor de mensen die van een verslaving af willen. Die dan genoodzaakt zijn om door te blijven gebruiken om een slaapplek te krijgen. Ja. En dat willen wij hier anders doen. En vanuit de gemeente en de politie is er ook behoefte aan een opvangplek. Alleen daar gebeurt niks mee, dus daarom nemen wij het initiatief. En hoe nu verder? Wellicht worden jullie eruit gezet. Hoe ziet het er nu uit verder, denk je? Als we eruit worden gezet, dan gaan we door met kraken. En als we er niet uit worden gezet, dan ook. Na een week vol met goed bedoelde initiatieven is gisteren de week tegen eenzaamheid afgerond voor dit jaar. Vorige week zag je in het RN7 Regio Nieuws al hoe er in Elst een ontmoetingsbankje werd onthuld. Waar mensen samen kunnen komen. Maar er zijn nog veel meer initiatieven, ook na deze week. Zo rijdt Benita met haar initiatief De Buitenband rond op een duofiets om mensen zo uit hun sociale isolement te halen. De naam Buitenband is niet toevallig gekozen. Met haar duofiets wil Benita met zoveel mogelijk mensen buiten een band opbouwen. En vandaag fietsen wij een rondje met haar mee. Hey, we zitten samen op de fiets. Ja. Van op de buitenband eigenlijk. Hè? Ja, hey, ja. Maar wat is dat precies? De buitenband is mijn bedrijf. Vorig jaar heb ik een duofiets gekocht. Ja. Met de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen te gaan fietsen die dat niet meer zelfstandig kunnen. Je hebt nu een jaar deze fiets. Ja. Maar wat is het eigenlijk? Waarom heb je deze fiets gekocht? Waarom ben je bij dit idee gekomen? In oktober 2021 ben ik met mijn vader gaan fietsen. Mm-hmm. En hij vond dat zo leuk, hij knapte er helemaal van op. Jouw vader lukte het ook niet meer om zelfstandig te fietsen? Nee, precies. Nee, mm-hmm. Nee. Een half jaar later, ik had geen baan en, op dat moment. Een half jaar later kwam ineens het idee, ik koop een duofiets. En ik ga met iedereen fietsen die maar wil. Hey, en wat geeft het jou nou? En wat geeft het degene die naast je op de fiets zit? Elke keer als ik weer naar een fietsafspraak ga, dan ga ik gewoon iets leuks doen. Dan ga ik een leuke middag hebben met degene die naast mij zit, met mijn medefietser. Ja, vanwege het sociale contact. De duofiets is er niet alleen voor eenzame ouderen, maar ook voor mensen met een fysieke, mentale of visuele beperking. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel of een angststoornis kunnen ook gebruik maken van de fiets. Ja. Hoe zie jij de toekomst tegemoet? Nou, ik hoop met zoveel mogelijk mensen op de fiets te kunnen gaan zitten. Mm-hmm. Dus ik ben druk met promoten, overal mezelf te laten zien, meedoen aan evenementen. Een beetje mijn netwerk te vergroten hier in de omgeving. Ja. Zo kan ik dus ook naar zorginstellingen ben ik mee bezig om te, ja,
zoveel mogelijk contact te leggen. Ja. En ja, eigenlijk zoveel allemaal mogelijk superleuke fietsen. Dingen. Ja, ja. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft donderdagmiddag gereageerd op de mishandelingen die woensdag plaatsvonden op de Staddijk. De politie liet op X weten dat er tijdens de opsporing van de dader meerdere meldingen binnenkwamen van mishandelingen. Toen er uiteindelijk in de Meijhorst een verdachte is aangehouden, bleek hij al 7 slachtoffers te hebben gemaakt. Deze mensen heeft hij vooral geslagen, maar niemand is levensbedreigend gewond. Bruls laat weten: deze gebeurtenis is ernstig. 7 mensen die zomaar slachtoffer worden van dit gedrag van een verwarde man. Ik leef mee met alle betrokkenen en hoop dat het goed met hen gaat. Tevens reken ik erop dat de verdachte de maatregelen krijgt die nodig zijn om de herhaling te voorkomen. Het toont eens te meer dat we als samenleving een serieus probleem hebben met de gevolgen van verward gedrag. Een vrachtwagen met suikerbieten is woensdagavond gekanteld op de Van Heemstraweg in Dreumel. De brandweer is uitgerukt voor het ongeluk dat plaatsvond op een rotonde met de Nieuwstraat. De chauffeur van de vrachtwagen is niet gewond geraakt bij het ongeluk. De bieten lagen verstrooid over een groot gedeelte van de weg. De Van Heemstraweg is lange tijd dicht geweest in verband met het opruimen van de bieten. De kosten voor de aankoop en aanplant van bomen zijn de afgelopen tijd boven normaal gestegen. Dat concludeert het Nijmeegse college van BMW in een brief aan de gemeenteraad. In deze brief geeft het college uitleg over de uitbreiding van het bomenaraal in de stad. Bomen zijn duurder geworden en er zijn veel ruimtelijke hindernissen. Zo liggen er veel kabels en leidingen in de grond en niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook de verkrijgbaarheid van plantenmateriaal is een onzekere factor. Volgens het college is het aanplanten van bomen vooral boven verwachting duur, als er graafwerkzaamheden, grondverzet en specialistische maatregelen nodig zijn. Zonder een structurele verhoging van het exploitatiebudget is er een groot risico dat het busvervoer in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Met als gevolg een steeds beperkter of duurder aanbod en minder reizigers. En dat terwijl het busvervoer een belangrijke maatschappelijke rol speelt in de hele mobiliteitstransitie. Dat schrijft het Nijmeegse college van BMW in een brief aan de provincie, die formeel de opdrachtgever is voor het openbaar vervoer. Het openbaar busvervoer bevindt zich in een zwaar weer en alle betrokken partijen maken zich daar zorgen over. De provincie heeft inmiddels wel besloten om het tekort voor 2024 aan te vullen. Daardoor blijft de dienstregeling op korte termijn in grote lijnen intact. Hoe is het om slechtziend te zijn? Het museum in Nijmegen heeft een AR-ervaring ontwikkeld om je te laten beleven hoe dit is. In het kader van de Week van de Toegankelijkheid heeft de gemeente Bergendaal deze experience naar het Wijnbouwcentrum in Groesbeek gebracht. Om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van verschillende locaties. Ja, we hebben een groep inwoners uitgenodigd. Dat kunnen mensen zijn die vanuit hun beroep met mensen met een beperking te maken hebben. Maar ook mensen die in de WMO-adviesraad zitten. En ook gewone inwoners. Daar zijn wij mee in gesprek gegaan. Van ja, wat betekent het nu als je in dit geval een visuele beperking hebt? Er waren ook een aantal ervaringsdeskundigen bij. En die hebben ons verteld van ja, wat zie ik nu nog wel? En wat zie ik ook niet? En wat betekent dat voor mij in mijn dagelijks leven? Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Wat zijn de beperkingen die dat met zich meebrengt? We merken zeg maar, dat door middel van de expeditie ribberoute die we bij het museum ook aanbieden, dat het door hetzelfde ervaren hoe het is om slechtziend te zijn, dat je dan meer begrip kweekt, zeg maar. Of meer, ja, dat de mensen meer begrijpen dat als ze iemand met een stok zien lopen of iemand kennen met die een slecht zicht heeft, dat ze begrijpen wat diegene dan ziet of niet ziet eigenlijk. Ja, en wat de obstakels zijn en hoe dat is om daarmee te leven. Met de AR-bril is het mogelijk om verschillende oogaandoeningen te ervaren. In die VR-bril zitten, of AR-bril, sorry, daar zitten wel een aantal verschillende oogaandoeningen in. Waarbij bij sommige mis je de buitenkant juist, weet je wel. Dus dan kijk je door een soort van koker. Dus dan mis je alles wat er om je heen gebeurt, zeg maar. Je ziet alleen in het midden. Bij de andere aandoening mis je juist het centrum en dan zie je juist weer andersom. Dus
En bij staar heb je natuurlijk een beetje een wazig zicht. Dus ja, door middel van die aantal verschillende oogaandoeningen heb je ook verschillende beperkingen, zeg maar. Voor wethouder Erik Weijers is het een hele nieuwe ervaring. Nou, best wel spannend, want je kon uit verschillende programma's kiezen welke beperking je op dat moment zou hebben. En dat was heel confronterend. Je weet niet waar je terecht komt, je kunt maar heel weinig zien. Je bent afhankelijk van de stok die je bij je hebt. En in sommige gevallen was het ook al erg prettig dat er iemand naast je liep om nog een klein beetje extra informatie te geven. Dan kijken we weer even naar de berichten op de sociale media. De politie van Beuningen, Druten en West-Maas en Waal doet op Instagram een oproep naar getuigen. Donderdagochtend om 7:15 heeft er vermoedelijk een verkeersongeval plaatsgevonden op de dijk bij Beurt. Een oudere man op een fiets is daarbij gewond geraakt. De toedracht is nog niet helemaal duidelijk. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844. Gemeente Overbetuwe en Apotheek Midden-Betuwe in Zetten hebben deze week een intentieovereenkomst gesloten over de huisvesting van de apotheek in het nieuw te bouwen pand van de Wandmolen. Eerder gaven ook al een verloskundige praktijk, de lokale huisartsenpraktijk en een intrek te willen nemen in het nieuwe multifunctioneel centrum. Het huidige pand van de Wandmolen wordt naar verwachting in 2025 gesloopt, waarna er het jaar erop een gloednieuw pand moet staan. En tot slot is het vandaag de dag van de leraar. Het Citadel College in Nijmegen staat hierbij stil door de leraren een plantje aan te bieden in het teken van groeien en bloeien. In een begeleidende tekst staat: planten groeien waar ze ruimte krijgen. Mensen ook. Het was vandaag een beetje een onstuimig dagje. Maar gelukkig bleef het wel droog en was de zon er ook vaak bij. Morgen verandert het niet veel. Hoewel de temperatuur misschien 1 of 2 graadjes hoger uitkomt, het blijft dus droog en er is genoeg ruimte voor de zon. De dagen erna kabbelt dit nog even voort. Voor de zondag houden de weerkundigen nog even een slag om de arm. Er komt dan namelijk een grens van koude lucht over het land. Maar de temperatuur hangt sterk af van de locatie van die grens. De voorspellingen worden nu aangehouden op slechts 18 graden. Maar als we toch nog in de warme lucht blijven hangen, kan het zomaar eens 25 graden worden. Het blijft dus nog even afwachten. Tot zover het RN7 regionieuws van donderdag 5 oktober. Volg ons ook op Facebook, X en Instagram via RN7 Online en houd voor het laatste nieuws onze website en app in de gaten. Graag tot morgen!